Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag gaan we weer een nieuwe draft doen. Ik doe een nieuwe draft, omdat ik gewoon denk dat ik wel de draft moet kunnen winnen vandaag. Vorige draft ging niet zo heel lekker. Vorige draft gingen we er in de tweede ronde al uit. Toen ging het ook niet lekker, had ik geen goed team. Ik zat niet lekker in mijn vel, ik voel me niet comfortabel. Vandaag ben ik dat wel. En vandaag gaan we dus de draft gewoon winnen. Opstellingje erbij pikken. We pakken nu een keer... heel slechte opstellingen. Deze is slecht. Deze is slecht. Heel slecht. Heel slecht. Ook slecht. Ik denk dat dit toch de beste is, maar niet zo slecht. Opstelling is het nu al tegen. Ik ben er nu al klaar mee. Aanvoerders. Oké, we hebben Haji. We kunnen Ronaldo pakken, maar ik denk dat Haji de beste is. Die kunnen echt alles doen wat we willen. Wat hebben we voor spits? Daar gaan we ons team omheen bouwen. We hebben 4 Franse CDM's. Oké. Gaan we voor de Bundesliga bij OVA of BPL? Ik denk dat ik voor de BPL ga. BPL vind ik de leukste competitie dit jaar. Oké, Sissoko, Depay... Rose, prima. Oh, Big Toby al de wereld. Dat is lekker. BPL keeper, kom aan. BPL. Begovic, prima. Oeh, Coutinho. We hebben natuurlijk al Haji daar. Even kijken. Wijnaldum. Kabai. We gaan voor Kabai. We hebben nog een goede BPL spits nodig hoor. Kom op. Even een goed spitsie. Kom op nou. Wat hebben we hier al? Wat is dit? Nu dan. Hoge spits. Sturridge, prima. Sturridge. Meenemen. Wat krijgen we hier? We krijgen hier Bill. Heel erg lekker. Sanchez, maar Bill natuurlijk. En dan de laatste speler. Weer een hele goede. Dembele. Rakitic. Sanchez. Sanchez kunnen we gewoon pakken. Boom. Sanchez hier op links mid. Heel erg mooi. We hebben geen goede restback. Maar dit kan op zich wel. Deze zilver. Klerk. Bill in de wissel. Hetzelfde had voor de Pai. En manager. Ron Jans. Oké, we pakken deze. Dit is perfect. Premier League en Frans. Dit is ons team. Best redelijk. Sturridge, Haji, Sanchez daar. Al de wereld achterin. De enige zwakke plek is eigenlijk die rechtsbackpositie. En gewoon zo die hele rechterkant. Met Sissoko en Kabay niet heel bijzonder. We kunnen Bill inwisselen eventueel. Depay, Marquinhos en Zonzi Drogba. We hebben dus best een redelijk team. We gaan gewoon lekker de draft winnen. Of misschien niet. Maar in ieder geval wel een paar rondes verder komen. Ik heb er zin in. Ik ga eens even wat drinken pakken. Wacht even. We moeten natuurlijk goed gehydrateerd zijn. Ja, daar is hij weer. Met zijn optimaal drinken voor het kokos. Dit is fucking lekker, joh. Dit is echt. Ik heb nog nooit zo lekkers gedronken. Lekker. Optimaal als jullie dit zien en jullie willen mij sponsoren. Doe dat even. Kan je onder in de beschrijving een mailadres vinden. Dan moet je maar gewoon zeggen dat ik deze pakken gratis krijg. En ik kan er iets goeds over moeten zeggen. Doe ik graag. We hebben dan tegenstander gewonnen. Hij heeft het volgende team. Hij heeft ook Haji. Oké, Neymar, Pires, Rashford, Wanyama, Casemiro, Nasri op linksback. Ja, hij heeft wel een goed team. Hij heeft 2 Legends en Neymar. Verder heeft hij niet een heel bijzonder goed team. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met ons team. Let's go. We gaan dit eerste rondje easy winnen. We hebben Begovic op doel. In het echt is hij fucking shit. Ik weet niet hoe die op FIFA is. Maar in het echt is hij echt drama. Of Klerk. Klerk pakt die Neymar in. Klerk pakt... Hoppa. Hoppa. Koek koek. Hoppa. Koek koek. Man down. Houston, we got a problem. Komt hij. Big Daniel. Big Daniel. Oi, oi, oi. Oh. Wat? Gebeurt hier nou? Ik snap helemaal niks van. Oké. Hè? Nee. Gidobocci. Prima. Longshot. Boom. Oei. Dit is mooi. Dit is heel mooi. Dit is een heel mooi goaltje van Johan Kabay. Vrij gedaan. Heerlijke avond tussen Sturridge, Haji en Kabay. Goed afgerond. Prima goal. 1-0 voor. Dat zien we graag mensen. Amufaya. Boom. Mensen, ik wil je trouwens even wijzen op een remix die is gemaakt. Ik zal een klein stukje laten horen zo. Ik ga hem niet helemaal te horen. Om hem helemaal te zien moet je maar gewoon even in de beschrijving klikken. Dus een remix gemaakt van mijn drone en ah lekker. Dus ik moest zelf best hard lachen. Nee. Keeper heb je. Keeper, oeh. Ja hoor. Ik moest zelf best hard lachen. Het is namelijk dit. Ah, een drone. Ah, 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 een drone. Ah, 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 lekker. Dus als je de remix helemaal wil zien, kijk even in de beschrijving, want dat is echt best lachen. Nee. Fuck. Kutzooi, Pires scoort. Echt 1 seconde voor rust. Heel, ik was afgeleid, ik was gewoon niet bezig met, ik was meer bezig met de optimaal dan met mijn wedstrijd. Oh, optimaal gesproken, ik neem maar even een slokje. Oh. Blijf staan, keeper. Begovic! Begovic, achterlijk! Jongen, die kun je toch... Ah, dat deed echt fucking pijn. Dat deed echt pijn. Fucking pijn, waarom deed ik dat? Godverdomme, man. Ik sloeg mezelf gewoon met een dikke houten kruisboog. Juist. Let's go, Haji. Hoppa, de chip life. Koekoek. Daar is hij, Haji. Kijk,
Deze was onhoudbaar. Die van Begovic had hij gewoon kunnen pakken. Maar dit was gewoon een onhoudbare chip. Heerlijk gedaan. Goeie goal. Lekker Haji. Natuurlijk onze beste speler, want hij is in ons enige legend. Het is een heerlijke chip. Heerlijke chip. Oblakje kansloos. Ik weet niet waar hij nou heen gaat, maar dat zou wel. Oké, ja. Dit is de kans. Dit is de kans. Let's go, Sturridge. Mist hij hem achterlijk? Oh, patiënt. Oh, hij hield hem zelf de keeper nog. Ik dacht hij hem gewoon miste. Oké, nu dan Toby. Waarom zou hij hem niet koppen? Waarom zou hij hem niet koppen daar? Oké, nu dan. Oké, nog een keer geblokt. Maakt niet uit. Hier de voorzet. Daniel. Boom. 3-2. Let's go. Daar is hij. Doe hem maar. Ik kan hem echt niet. Heerlijke goal trouwens. Heerlijke goal. 3-2 voor. Nee. Tackle. Goeie tackle. Denk ik. Ja, prima tackle, hè. Doeltrap. Oké, prima. Even terugleggen op Klerk. Klerk. Oh, Klerk. Had hij toch bijna toegeslagen. Het afgelopen hoppa. 3-2 gewonnen. Op naar de volgende ronde. Hele rare wedstrijd. Verdiende overwinning wel. Kabay man of the match. Prima. Een goal en een assist. Hetzelfde geldt voor Haji. En hetzelfde geldt voor Sturridge. Dat waren gewoon de drie man die het hebben gedaan. Niet meer over nadenken. Op naar de volgende ronde. Let's go. Oké, let's go. Volgende tegenstander. Hij heeft het volgende team. Hij heeft een, Messi, Pires weer. Batshuayi, Torres, Kevin Prince, Boateng. BVA team dus met Azpilicueta aan Batshuayi. Oké, let's go. Hier moeten we wel kunnen winnen. Goed. Sturridge. Prima. Nou, chip. Oh, de oma. Oh, die was lekker geweest. Die was heerlijk geweest als een soort chipje eroverheen was gegaan. Ah, nee. Nee, Klerk. Oh, goede redding. Klerk, jongen. Die Klerk was gezien. Ja. Ja. Haji. Komt u maar. Boom. Daar is hij. 1-0 voor. Ja. Dat is heerlijk, Haji. Dat is heerlijk. Heerlijk goaltje. Goed gedaan, gewoon. Dat zien wij graag. En, Nu gewoon lekker vasthouden. Kop Klerk. Klerk. Goeie tackle, Klerkie. Klerk. Oké, Sanchez, prima. Oei, lekker goaltje, Haji. Prima goal, goed gedaan door Sanchez. Goeie voorzet ook, Haji komt er prima in. 2-0 voor, hele soepele wedstrijd er naartoe. Ja, alles gaat eigenlijk prima. Alles gaat degelijk. 2 goals van Haji. Klerk tegenover Messi. Vrij gelijkwaardig duel, zou je zeggen. Klerk, pak hem gewoon, Klerk. Ah, zonde man. Zonde. Nergens voor nodig, we verneuken het gewoon. Nergens voor nodig. Ah, 2-1, kom op nou. Dit is nou slecht gedaan. Dat mag niet. Mkhitaryan, ja, dat is een goede goal, maar... Ja, hadden we beter kunnen verdedigen. Hij stond helemaal vrij. Nee. Dit is heel slecht verdedigd. Verdomme man. Kutzooi. Dit is heel slordig. 2-0 voorsprong geven we vlak voor rust nog even weg. Het is rust, 2-2. Ja, fucking zonde. We speelden goed. We hebben het gewoon verneukt in 10 minuten. Jongen, dat meen je niet! Begovic, pleurishond. Fucking tyfushond. Ongelooflijk zeg. Ongelooflijk. Je weet, hoe kan dit nou weer? Dit is fucking bizar. Mag ik even een flashback naar wat ik net zei? We hebben Begovic op doel. In het echt is hij fucking shit. Ik weet niet hoe die op FIFA is, maar in het echt is hij echt drama. Juist. Let's go, Sturridge. Sneller dan Caricio. Sturridge, let's go! Kom aan, daar is het 3-3. Let's go, Sturridge. Boom! Heerlijk goaltje. Oh, Gillette, goede redding. Kijk, dit is nou waarom je hem inbrengt. Begovic had hem niet gehouden. Gillette is een goede keeper. Nee. Gillette. Hoi. Ik heb het tijdens voor een geheim wapentje. Ik heb het tijdens om onze vriend Gareth Bale erin te zetten. Beter bekend als Gareth Bale. Die zetten we hier op de rechterflank. Vervolgens brengen we hier Enzonzi in voor Schneiderlin. Eigenlijk best wel kut dat we nog zo op deze manier moeten gaan spelen. Want we stonden gewoon 2-0 voor, we hadden gewoon moeten winnen. Let's go, Sturridge. Tussendoor. Sturridge. Boom. Oei. Nee. Gillette. Oh, Gillette. Goede redding. Gillette is een prima keeper. Oké, we gaan naar de verlenging toe. Vind ik fucking raar, want we stonden gewoon 2-0 voor. Maar we gaan naar de verlenging toe. Prima. Pak hem daar wel in. Nee. Meen je niet. Gillette. Rebound. Kutzooi! Oké, laatste kwartier. We moeten deze gewoon pakken. 4-3 achter. Het slaat helemaal nergens op. Kom op nou. We gaan gewoon all-out. All-out attack. Maakt me ook niet uit. Want ja, we hebben niet echt een keuze of zo. Boom! Daar is die. Kom aan. 4-4. Meteen 2 minuten bezig. 1 minuut zelfs. Oh, let's go, Sturridge. Oep. Heerlijke goal. Heel goed gedaan. Goede actie. Vervolgens in 2 instanties. Klopt. Daniel Sturridge hem erin. 4-4. Kom aan, boys. Heel slordig. Nee! Domme man.
aan. Heerlijke goal. Kom aan, Sanchez. 113e minuut. Binnenkant paal. Wat een goal. 5-5. Fucking intens. Even een slokje van een kokosdrink. Nou, niet meer weggeven. Niet meer weggeven, paardenlul. Kom op. Dit is weer slor. Hier kan ik echt niet tegen. Als ze nou nog redden, word ik helemaal gek. Als ze nou nog terugpakken, word ik echt helemaal gek. Oh. Kom maar! Wat gebeurt er allemaal in deze verlenging? In deze verlenging zijn er gewoon 6 goals gevallen. Ojojoj, in deze verlenging vallen er gewoon 6 goals. What the fuck, joh. Deze verlenging is echt fucking insane, joh. Daar gaan we weer. Komt u maar. Het is echt bizar! Het is helemaal klaar mee, helemaal. We verliezen gewoon 7-6 in de verlenging. Terwijl we de verlenging met 3-3 ingingen. Hoe kan dit nou? We kwamen hier nog 2-0 voor deze wedstrijd. Ja, het is helemaal kut gewoon. We hebben 3 van die kut packs. Het zal wel 2 5k packs en 1 15k geloof ik. 0 zal het zijn spelers denk ik. Chalet, prima. Oké, Slimani. Oké, dat is best wel redelijk nog voor 5k pack. En dan de laatste pack. Mensen, goed bedankt voor het kijken. Laat het even reageren op Twitter en reageren. Wat hebben we hier? We hebben hier een zeldzame speler. 2 zelfs. Maximovic. Nee, Nastasic. Niet heel slecht. Nastasic. Ook niet goed. En mensen, bedankt voor het kijken. Zie je vandaag weer vies tegen die laatste wedstrijd. Joh, wat de fuck gebeurde er allemaal? Laat het even reageren op Twitter en reageren. Bij 3000 likes doe ik binnenkort nog weer een nieuw draft. Want ik ben er inmiddels wel klaar mee. Als ik niet opneem, heb ik grote kans dat ik de draft win. Ik heb er nu toe een paar gespeeld. En eigenlijk een paar keer finale, een paar keer gewonnen al. Maar als ik opneem, gebeuren altijd van die rare dingen. Zoals dit soort wedstrijden. Wat de fuck, joh. Laat het even reageren. Dus op Twitter en reageren. Zeg dan nu tot de volgende video. En later, mensen.